deze is skin is niet eens nice. Ik had niet eens gezien wat de laatste skin was. Hey! Hey! Ik heb echt gewoon, ik weet het niet, fucking lang geleden dat ik nog Fortnite heb gespeeld. Het interesseerde mij ook gewoon niet meer. Het was niet meer leuk, het was mooi werk, op betere dingen te doen dan Fortnite spelen. Ik sta niet meer op ik sta niet meer op de leaderboard. Ik sta niet eens in de top 100, of in de top 1000, of... Kijk, het is tijd om weer te klimmen. Waarschijnlijk ga ik echt hard sukkelen. Ik denk dat er echt veel veranderd is, maar ik bedoel... Ik heb geen streams gekeken. Ik heb geen video's gekeken van Fortnite. Ik heb echt gewoon niet gespeeld. Het is momenteel 9 uur. Ik ben fucking vroeg opgestaan omdat Fortnite binnen 40 minuten downtime heeft. Mijn haar ligt ook weer voor mijn ogen, dus ik weet niet hoe ik dat ga fixen. Season 5! Ik heb season 4 amper gespeeld. Hey. Er is een heel nieuwe battle pass. En ik heb niks. Ik ga die wel kopen als ik één potje win. Ik koop heel die fucking battle pass als ik één potje win, maar ik denk niet dat dat gelukt. Als jullie meer Fortnite willen... Het is echt heel vroeg. Ik ben niet gewend om zo vroeg te spelen. Het is nu 24:09. Dus dat betekent dat de kans er wel is dat mijn potje afgesloten wordt als ik in de top 1 zit. Als dat gebeurt, dan koop ik de Battle Pass op. Er is inderdaad heel veel veranderd. What the fuck? Hey, er is een Sahara. Fucking nice. Het ziet er ook veel kleurrijker uit dan shit. Hey, boom! Ik ben echt benieuwd of ik mijn skill nog heb in dit spel. Snap je? Het gaat er niet uit. Als je echt een pro bent, dan blijft het echt gewoon in je bloed zitten. Ik had wel gezien dat ze auto's hebben toegevoegd in het spel. Het is echt fucking lame. Maar ik ga niet wel praten. Misschien is het nice. Oké, eerste chest in een maand. Deze zit er ook nog altijd in. De scope, dat is al drijven. Laatste keer dat ik voor in heb gespeeld was het nog kaal. Dat is niet waar. Maar ik ben ook echt gedropt in een stuk van de map waar er helemaal niemand is. What the fuck? Oké, maar ik heb wel vision op iemand. Hier is er nog zo'n ding. Pull up! Er zit iemand in die auto! Pull up! Hoe ver kan ik gooien met C4? Nu de vraag van vandaag. Jullie weten het waarschijnlijk al allemaal, maar wat de fuck is dit? Misschien moet ik proberen er een C4 tegen te gooien. Nope. Ja. Oké, dat is pretty good. Dan ben ik al een beetje verder weg van Moisty Mai. En dus volgens mij is er echt fucking wel veranderd in het spel. Neem niet weg dat ik nog altijd pro ben. Yo, where the fuck zijn die enemies? Hello. Oké, maar ik moet echt iets doen aan mijn haar, want dit kan echt niet. Ziet het er een beetje normaal uit? Nee, dit ziet er echt fucked op uit. Mijn voorhoofd is echt... Wow. Oké, ding hebben ze er ook nog altijd niet uitgehaald. Kijk, ik was dus helemaal aan het trippen net wat dit was. Zo die blauwe lijn. Toen had ik door dat je marker is. Ik heb het er waarschijnlijk uitgeknipt dat ik raar aan het doen ben, maar voor de mensen die niet weten, dit is dus je marker. Zie je dat dingetje verplaatst, dan verplaats je ook zo het blauwe ding. Nu staat het daar, nu staat het daar. Oh, dit is veel te... Oké. Ik weet niet wat de fuck ik aan het doen ben. Mensen geloven waarschijnlijk... Hey, pull up! Ik moet even rusten. Mijn hart... Die hartritmestoornis heb ik wel niet gemist. Ik meen het... ik was even gestopt met Fortnite spellen en mijn hart was weer normaal. Safe. Voor mensen die het nog niet weten, als ik dit potje win of iets anders, dan koop ik de Battle Pass van 100 en zoveel euro. Hey, that's pretty nice. Ik verdien geen geld met mijn YouTube, maar ik ga wel even 100 euro uitgeven aan skins. Eerste potje Fortnite. Er leven nog 18 mensen. 18 is echt nog veel. En ik voel mijn hart al kloppen. Het voelt echt niet goed. Het is echt heel snel. Ik hoop ook niet dat er iets verkeerd aan het gaan is met deze opname. Want ik weet ook niet echt wat ik allemaal heb gedaan. Het is 3:30:09. Dus ik heb nog even om dit potje te eindigen. Hey, pull the fuck up. Hey, that's pretty cool. Er staan hier nu bomen en zo. Hey, pull the fuck up, man. Pull the fuck up. Pull the fuck up. Ja, natuurlijk. Iedereen kan bouwen. Iedereen is echt een goede bouwer geworden. Poep. Oh shit. Hey. Die Desert Eagle shots. Oké, nee, dat gaat hem niet worden. We worden zwaar in onze red geneukt. Want dit zijn paddenstoelen. De allereerste keer dat ik deze dingen zie. We hebben nog niks verneukt hoor. Jullie denken waarschijnlijk dat ik heb de hoop nog niet opgegeven. Hey, maar het is wel gay dat die paarse dingen hier niet meer leggen. Dat was ik ook vergeten, dat deel. What the fuck? Maar niet uit dat ik in een storm zit. Ik geef echt geen fuck, vriend.
Het maakt helemaal niks uit. Oké, misschien maakt het wel iets uit, maar hey. Even rustig healen. Ik was volledig voorbereid op deze situatie. Nog 11 mensen pullen. Ik zie ook nu pas dat dit gun de submachine gun is, maar zonder silence. Oh, hey. Pull the fuck up. Niet chill. Oké. Dit is wel kut. Oké. Hey. Hey. Waarom stress ik zo hard? Was ik even vergeten dat ik echt goed was in dit spel? Hey. Ik heb echt al... Ik weet niet of jullie hierop gelet hebben, maar... Wee, Sevier is sterk. Hoezo is Sevier ineens zo sterk? Nog 7 mensen. Eerste potje Fortnite. Hey. Ik heb allemaal 4 kills, maar dat boeit echt niks. 4 kills. Ik weet het. Het is lekking. Ja, het is echt fucked up. Er leven nog maar 7 mensen. Wat is de kans dat daar iemand in zit? Er zit gewoon echt iemand in. Is de kans dat ik daar een Sevier in gooi? Oh, dit shotgun. Oh, nee. Oh, kapot. Die Sevier is zo goed. Nog 5 mensen. Ik sta vroeg op om een potje Fortnite te spelen en ik rek iedereen. Rustig. Bouw iets, oké. Natuurlijk bouwen mensen nog altijd torentjes. Kijk, ik ga hier gewoon proberen weg te lopen, want hey, ik ga niet campen. Ik heb 5 kills, ik ga niet campen. Ga winnen. Dat doen we. Nee. Oh. Kijk, het probleem is als ik dit potje win, dan ben ik veel goud kwijt. En als ik dit potje niet win, dan ben ik niet zoveel goud kwijt. Ik doe het voor... dit is moeilijk om te praten terwijl ik aan het bouwen ben. Stress! Ik ga echt niet campen voor mijn eerste potje Fortnite. Als ik hier gewoon een beetje sta, dan ben ik niet aan het campen, toch? Dan sta ik hier gewoon rustig. Ik ga even een slokje water. Ah, dit telt niet als campen. Dit is een tactisch afwachten. Nog 4 mensen. Ah! Ik had nooit gedacht dat dit ging. Ah! Oké, probleem. Ik heb geen idee waar de fuck de andere mensen zijn. Ik hoor wel veel shit. Dus ik ga even gewoon... Oké, nog 2. Heel hard aan het kloppen. Kijk, ik weet als ik deze goed kan plakken dat het allemaal safe is. Waar is die andere guy? Waar is de andere guy? Je moet dit wijf killen. Kill haar. Da, fuck. Waar is de... Waar was de derde guy? Waar was hij? Oh, dit wijf is lekking. Shit. Hey, we waren close. Oké, dat betekent dat we geld gaan verspillen aan een... Hey, het is een nieuw seizoen. Het is niet dat ik dit elke week kan doen. Anders zou ik het ook gewoon doen, maar... 99,99. Hey, 1 cent korting. We waren close. 13.850 V-Bucks. Hey. Het maakt niet meer uit. Ik heb het toch al gekocht. Het maakt echt niet uit of ik nu... Hey, dit is pretty nice. Hey, ik heb net heel veel geld opgedaan op Fortnite. Hey, ik geef geen fuck. Deze video is waarschijnlijk toch niet monetized. I don't give a fuck. Deze skin is niet eens nice. Ik had niet eens gezien wat de laatste skin was. Wel, we hebben wel fucking veel skins nu. That's pretty nice. Ik vind de skins echt niet zo nice. Het valt wel mee. Deze is wel fucking nice. Ik ga niet liggen. Deze... Cool the fuck up. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Ik heb gewoon nog altijd 3000 V-Bucks over. Hey, maar dus... bedankt om te kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het een beetje aangenaam vonden. Ik vond het wel leuk. Ik weet niet of Fortnite nog pop-in is op YouTube. Want, hey... Ik dacht dat het lekking was, maar... Stel, jullie vinden dit lekking, maakt niet uit. Dit boeit niks. Ik kreeg net ook een bericht, nog 10 minuten en de servers shutten down. Hey, ik geef geen fok, vriend. Ik was tweede. Nee, ik was derde. Hetzelfde als België. In 2K. Zou ik al 10 minuten hebben? Ik heb geen idee of ik al 10 minuten heb, maar ik ga het gewoon nog tonen aan jullie. Ik ben helemaal mijn camera aan het redesignen. En ik ben begonnen met allemaal Pokémon kaarten vast te plakken aan mijn bureau. En dat lijkt net zoals of er allemaal Pokémon kaarten hangen, maar eigenlijk hangen ze vast. Mijn mama zei dat het echt lelijk was. Ik vind het wel nice. Dus tot volgende keer. Like en get the fuck out. Hallo. Dan rijden we achter de sokken. Jullie denken dat ik een slechte YouTuber ben, maar ik ben een man van het volk. Ik leef voor de jeugd.
Hey, hey, hey. Maar we gaan skateboarden, dus... Ja. Poelo!